Voor veel mensen is het een schrikbeeld. Revalidatiecentrum Beatrix Oord in Haren. Want als je daar terechtkomt, dan ben je er slecht aan toe. Maar hoe het er werkelijk aan toe gaat in Beatrix Oord, dat weten de meesten niet. Zondag begint hier op TV Noord een nieuwe serie. Beatrix Oord, vechten voor herstel. Gemaakt door Leonie Alberts en Cunera van Zelm. Welkom, dames. Leonie, om met jou te beginnen. Waarom wilde jij een serie maken over Beatrix Oord? Nou, deels wel wat je net ook zei. Beatrix Oord, iedereen kent het wel, maar wat gebeurt er nu echt? Persoonlijk dacht ik, en volgens mij veel mensen met mij, denk je toch aan wat oudere mensen die misschien een heup gebroken hebben en dan daar gaan revalideren. Nou, dat zijn eigenlijk, Beatrix Oord behandelt eigenlijk veel complexere mensen. Daar kwam ik achter. Dus ja. Ik ben een half jaar lang patiënten gaan volgen in Beatrix Oord. En ik was heel nieuwsgierig eigenlijk naar hun wilskracht ook. Juist. Hoe kom je daar bovenop? Cunera, jij presenteert het programma. Is dat schrikbeeld wat de mensen hebben, is dat terecht? Nee, dat valt enorm mee. Je denkt inderdaad, en ik ook, van nou in Beatrix Oord, dat zal wel een en al ellende zijn wat je daar binnen tegenkomt. En voor een deel is dat natuurlijk zo, ja. Want de mensen hebben allemaal hele ernstige aandoeningen. Maar de sfeer is heel erg optimistisch. En er wordt vanaf het allereerste moment dat een patiënt daar binnenkomt gekeken naar wat hij nog wel kan. En eigenlijk nauwelijks naar wat hij niet meer kan. Nee, jullie hebben 7 patiënten gevolgd in totaal. Wat zijn dat voor patiënten? Ja, het zijn hele verschillende patiënten. De een heeft een hartinfarct gehad, de ander een herseninfarct. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een jonge Gerben Hamstra, begin 30 gevolgd. Die was machinist op een baggerschip in de Eemshaven. En kreeg daarbij een ongeluk waarbij hij zijn linkerarm, zijn goede arm ook nog, verbrijzeld heeft. Het was echt de vraag of die arm ook, of die überhaupt kon behouden. Ja. Dus we hebben dat gevolgd. Daarnaast een jongen van 7 die eigenlijk een hele zeldzame complicatie kreeg bij een routinebehandeling in het ziekenhuis, een operatie aan de keelamandelen. Hij ging daarin als 6-jarig jongetje gezond en kwam daaruit eigenlijk als een baby die niks meer kon. Hebben we ook gevolgd. Verhalen met veel impact. We gaan even kijken naar een stukje uit aflevering 1. Wat zien we daarin? Ja, dat klopt. Die aflevering gaat over Marcel Bos uit de stad Groningen. Een jongen van 19, ging zwemmen in de Hoornse Plas, dook in ondiep water en liep een hoge dwarslesie op. En hij heeft 9 maanden gerevalideerd in Beatrix Oord. En in het fragment vertelt hij over het ongeluk. En toen in water was gesprongen en toen ging het direct mis, direct op mijn hoofd geland. Alleen ik had het eerst nog niet door aan het begin. Want het voelde alsof een vriend in mijn rug was gesprongen. En toen lag ik op de bodem en toen wou ik omhoog zwemmen. Alleen toen kwam ik niet meer omhoog. Dus ik besloot om gewoon hem even overeind te halen. Marcel, alles goed. En vervolgens kan hij bijna geen adem meer halen en zo. En, heeft hij heel veel moeite met ademhalen, niks beweegt meer, moeite met praten. Ja, als je hem zo lang volgt, krijg je ook een band met zo'n patiënt? Ja, absoluut. Zeker door de verhalen natuurlijk ook. Maar ook doordat ik toch wel vaak contact met ze heb gehouden, ook via sms, om te kijken van nou, wat zijn ook de momenten om weer te komen, hè, als er weer een vooruitgang was. Maar daarentegen probeerde ik me ook zoveel mogelijk achter de camera te verstoppen als ik er was. Ja. Om zeg maar zo waarheidstrouw mogelijk beeld te geven van die revalidatie. We gaan nog even kijken naar een ander fragment. Cunera. Ja, dat gaat over een heel klein jongetje, Luciano. 2 jaar in de stad Groningen. En bij zijn bevalling is iets misgegaan, waardoor hij een hersenbeschadiging heeft opgelopen. En spastisch is. En zijn moeder Tamara hebben wij vooral gesproken natuurlijk. Want Luciano kan ook nog moeilijk spreken. Ja. En in dit fragment vertelt zijn moeder hoe ze eigenlijk een toekomst ziet met haar zoontje en hoe ze daarover denkt. Weet je, ik ben bang dat hij gepest wordt. En het is voor mij, ik hoef me niet te schamen. Hij is zoals hij is en het is niet anders. Maar voor hemzelf, wauw. Voor hemzelf, het is gewoon hard. Merk je dat nu al? Nee, nu nog niet. Want nu is hij nog klein en nu is hij nog schattig. Ik ben bang dat wanneer hij ouder wordt en dat hij ziet wat andere kinderen kunnen, wat hij dan niet kan, dat het dan moeilijker wordt. Of dat er kinderen zijn die hem daarmee gaan pesten. Maar ik zelf heb dat geen enkel moment gedacht. Nee, ik geloof echt dat ik zijn moeder ook moet zijn. Ja. Ja, ben je ook nieuwsgierig hoe het verder met ze gaat? Absoluut, ja. Ik hoop echt dat we over een jaar of 2 nog een keer weer kunnen gaan kijken. Goed, hier is deze serie die vanaf zondag te zien is. Dank jullie wel voor jullie komst. En Beatrix Oord, vechten voor herstel. De komende 11 weken, iedere zondag dus, op TV Noord.